Ja, inderdaad. Het gaat al vol los hier in de Brabant Hallen. En ik hinnik tot een uur of één, elk uur een paar keer over Indoor Brabant. En nu ben ik met Kees. En we staan in de bak inderdaad, in hal 4, de Diezen Hal. En met Kees heb ik even een gesprek. Want Kees, die is de bodemspecialist van Indoor Brabant. Kees, wat doe je dan allemaal? Wij zorgen dat het zand mooi vlak is en dat de paarden goed kunnen rijden en springen. Ja. Het is wel belangrijk dat er een mooie baan ligt natuurlijk, Maarten. Want die paarden die moeten wel goed hun best doen en goed die wedstrijden afwerken. Maar nou is het een hoop zand, Kees, met houten hekken eromheen. En voor de rest lopen daar mensen en ja, rennen er paarden in het midden. Wat is er speciaal aan een hoop zand? Nou, dit is een speciaal zand, speciaal ontwikkeld voor de paardensport. En het zorgt dat de paarden goed kunnen rijden, zeg maar. Goed kunnen rijden. Wat zand is het? Het is geen geel zand van de straat. Het is ander zand. Ja, het is een speciaal zand. Fijn zand met een mix van verschillende materialen. Ja. En dat zorgt voor veerkracht en stabiliteit. Okay. En dat is heel belangrijk in de paardensport. Belangrijk in de paardensport. Af en toe eventjes aan de kant. Want die paarden die komen wel... Hallo? Ja, die paarden komen wel heel erg dicht bij. Kees gaat helemaal op in zijn werk. Het ziet er hartstikke mooi uit. Helemaal aangeharkt en helemaal glad en strak. Maar het is wel zo dat de paarden gewoon hun behoefte doen. Ja, dat klopt. Dat mogen ze gewoon doen. Mogen ze gewoon doen? Ja. En wie remt dat dan op, Kees? Ja, dat hoort ook bij ons werk. Dus dan lopen we gewoon de hele dag, houden we dat bij. Ja. En dan zorgen dat het er netjes uitziet. Kees zorgt dat het er netjes uitziet. Nou, lijkt het mij wel leuk om eens te kijken of ik het werk van Kees ook kan. Ik heb geen verstand van zand of van een boeim. Maar daar komt een collega aan. Die stond al klaar. En de collega heeft dit bij. Maarten, kijk eens. Een poepschepper. Hier van Indoor Brabant. Als ik nou even jou de microfoon geef, Kees. Ja, hè, dan kun jij nog misschien een beetje babbelen met Maarten, de presentator. Ga wel even in beeld staan. Ja, zo. Dit is Kees. Hallo. Even de microfoon. Hallo, Maarten. Dan ga ik eventjes poep scheppen. Ik moet wel oppassen, want anders... Pas op voor de paarden. Pas op voor de paarden, zegt Kees. Pas op voor de paarden. Nou, daar gaat hij, Maarten. Toedeledokie.